Japan, 10 jaar geleden. Een van de krachtigste aardbevingen ooit gemeten. De zwaarste aardbeving in 140 jaar. Een allesvernietigende tsunami en een kernramp. In totaal komen zeker 18.000 mensen om. En het is de duurste natuurramp ever. Chaos neemt bezit van het geordende land. En het is wachten op de volgende mega-aardbeving. Maar waar? In de Amerikaanse staat Californië, bovenop de wereldberoemde San Andreasbreuk, zetten ze zich schrap voor the next big one. The likelihood of LA being hit by, quote, the big one in the next 30 years is inevitable. The so-called big one will eventually hit Southern California. It's not a matter of if, but when. When the big quake hits, it will begin its journey here, right beneath where I'm standing now. Ook Hollywood weet het zeker. The earth will literally crack open. De volgende mega-aardbeving is in Californië. Maar laat je niks wijsmaken. De echte klapper komt ergens anders. In deze video blikken we terug op de mega-aardbeving in Japan. En kijken we vooruit naar de volgende. Want de vraag is niet of die komt, maar wanneer. Eerst even een korte opfriscursus aardbevingen. De aardkorst is verdeeld in vakken, aardplaten. En tussen die platen zitten scheuren. Vergelijk het met de naden van een bal. Maar omdat het binnenste van de aarde gloeiend heet is, bewegen die platen als een soort lopende band bij de kassa. Heel langzaam, met een paar centimeter per jaar. Maar als de druk te hoog wordt, dan krijg je aardbevingen. De hoeveelheid energie die daarbij vrijkomt, wordt uitgedrukt met de moment-magnitude-schaal. Dat is dat getalletje wat je er altijd bij krijgt. Het lijken wel rapportcijfers, maar zo werkt het niet. 1 heel punt omhoog op de schaal betekent een toename van een factor 30. Dus een aardbeving met een kracht van 7,0 is 30 keer heviger dan eentje van 6,0. En eentje van 8,0 dus al 900 keer. Voorbeeld. Oost-Turkije, januari 2020. Een aardbeving van 6,8. Er vielen tientallen doden en honderden gebouwen werden verwoest. Vergelijk dat met de aardbeving in Nepal in 2015 met een kracht van 7,8. Daar vielen duizenden doden en honderdduizenden huizen werden met de grond gelijk gemaakt. Een verschil van 1 punt op de schaal. Maar het kan nog veel harder. Een aardbeving van 9 of meer. 27.000 keer zo hevig als eentje van 6. Daarbij verbleekt zelfs Nepal. Ik heb het over mega-aardbevingen. Zoals in Japan, 10 jaar geleden. Magnitude 9,0. Een mega-aardbeving in zee. Zo krachtig dat ze hem konden voelen tot in Beijing, Taiwan en Kamchatka. Ter vergelijking. Stel, het epicentrum, de plek van de aardbeving, was hier. Dan trilde het tot aan Moskou, Reykjavik en Casablanca. Japans grootste eiland Honshu is toen in één klap 2,5 meter opgeschoven naar het oosten. Met enorme schade aan gebouwen, infrastructuur, elektriciteit. Er waren lekkages, branden, explosies, etc. Het is echt verschrikkelijk wat er gebeurt. En de beving was nog niet eens de grootste ramp. Wat daarop volgde wel. Een muur van water tussen de 10 en 20 meter hoog. Een tsunami die voortraasde en alles op zijn weg verwoestte. Ook de kerncentrale Fukushima met een nucleaire ramp tot gevolg. Nuclear officials warning of a nuclear reactor meltdown. Het was een soort perfect storm. Alleen niet door lucht, maar door aarde, vuur en dus vooral water. En niet alleen Japan. De tsunami stak binnen 24 uur de hele Stille Oceaan over. Of ja, stil. Dit was aan de overkant, 8000 kilometer verderop, de westkust van Amerika. Onthoud het even. Eerst even terug naar Japan nog, want er was zowaar ook goed nieuws.
honderden miljarden schade en duizenden doden. Maar het had nog heel veel erger gekund als de Japanners niet zo goed waren voorbereid. Met aardbevingsbestendige gebouwen, alertsystemen, survival kits, high-speed treinen door sensoren meteen op de rem, evacuatieplannen, rampoefeningen, lessen op scholen, etc. もし今大きな地震が起こったとしたら、まず何をしますか？まず広い場所に逃げないとダメですね。建物の中だったら外に逃げる。高いところに逃げる。ガスとかけた方がいいかな？充電器を持つようになります。それに対して備えをしておくというか、来るのが分かってて備える。これが普通になっちゃってるから揺れるのが。And dit gigantische ondergrondse waterafvoersysteem in Tokio. Japanners weten al duizenden jaren dat ze op een tikkende tijdbom zitten. Het is een stukje historisch besef. Tsunami is niet voor niets een Japans woord. Oké, maar Japan is dus net geweest. Waar is de volgende mega-aardbeving? Sowieso in dit gebied rondom de Stille Oceaan. De Ring of Fire, met de meest onrustige aardplaten ter wereld. En 90% van alle aardbevingen. Ook bovenop de Ring of Fire, de San Andreasbreuk in Californië. Maar wat ik in de intro al zei, vergeet Hollywood. Een mega-aardbeving van 9 of meer in Los Angeles of San Francisco is uitgesloten. Oh my god. Hoe we dat weten? Bij de San Andreasbreuk schuiven twee platen in tegengestelde richting langs elkaar heen. Een zogeheten transversale beweging. Dat geeft zware aardbevingen en dat weten ze daar als geen ander. De bekendste is die in San Francisco in 1906. 7,8. En bijvoorbeeld 2 jaar geleden nog, een stuk verderop, 7,1. Oh my god. Een hele hoop kracht. En toch is uitgerekend dat de Big One die Californië wacht een magnitude kan hebben van maximaal 8,2. Vergis je niet, Californië zal schudden als nooit tevoren en de schade is niet te overzien. Maar bij een mega-aardbeving zijn twee langs elkaar schuivende platen, zoals bij San Andreas, niet genoeg. Een kracht van 9 of meer kan alleen vrijkomen als de ene plaat onder de andere duikt. Subductie heet dat. Daar komt nog veel meer energie bij vrij. Terug naar de Ring of Fire. Sinds de metingen in 1900 begonnen, zijn er slechts 5 van die mega-aardbevingen geweest, van 9 of meer. Allemaal in zo'n subductiezone. Zoals dus in Japan, 2011. Maar ook Sumatra, in 2004. En in de vorige eeuw, Kamchatka, Alaska en de zwaarste ooit gemeten, Chili, in 1960. Daarnaast krijgen ook Nieuw-Zeeland en Mexico met regelmaat flinke klappen van 8 of meer. Valt je iets op? Er is één zone waar het al eeuwenlang angstvallig stil is. De Cascadia Subduction Zone. Daar is het wachten op... the really big one. De Cascadia Subduction Zone is zo'n 1100 kilometer lang en ligt hier, iets ten noorden van de San Andreasbreuk. Steden als Portland, Seattle en Vancouver zitten daardoor op een nog veel grotere tijdbom dan LA en San Francisco. Alleen weten ze dat nog niet zo lang. Sinds hier Europeanen aankwamen, zo'n 250 jaar geleden, zijn er nooit noemenswaardige aardbevingen geweest. Maar voordat hier überhaupt steden waren, woonden er al wel mensen. Onder de oorspronkelijke inheemse bewoners gingen verhalen rond over een schuddende aarde en een enorme vloedgolf. Ergens rond het jaar 1700. Maar die werden afgedaan als Indianenverhalen. Pas vanaf de jaren 80 beginnen de wetenschappelijke puzzelstukjes in elkaar te vallen. Zoals hier in dit spookbos. Aan de jaringen viel af te lezen dat deze bomen massaal tegelijk zijn gestorven ergens rond het jaar 1700. Death by saltwater poisoning. Maar belangrijker nog, geologen zijn gaan graven om de grondlagen te analyseren. Ze ontdekten over de hele lengte langs de Amerikaanse noordwestkust hetzelfde vreemde afwijkende zandlaagje. A 4-inch layer of fine-grained sand. Now what is that sand doing here? It's a tsunami deposit. A series of waves from the great earthquake generating a tsunami. En die was te herleiden tot het jaar 1700. Maar het laatste ontbrekende puzzelstukje kwam uit Japan. Met hun historisch besef. Sinds het jaar 600 houden de Japanners alle aardbevingen en tsunamis bij, tot op de dag en zelfs het tijdstip nauwkeurig. Maar nu komt-ie,
In die 1400 jaar geschiedenis was er één mysterieuze spooktsunami die de Japanners niet konden verklaren. Er was geen aardbeving, maar wel een enorme vloedgolf op 26 januari om 9 uur 's avonds in 1700. Weet je nog dat die tsunami 10 jaar geleden de hele oceaan overstak? Precies dat gebeurde toen ook. Alleen dan de andere kant op. Met die kennis doken geologen dieper de Amerikaanse grond in, tot 10.000 jaar terug in die tijd. En in totaal troffen ze 41 van die zandlaagjes aan. Rekenen we even mee. 10.000 delen door 41 is gemiddeld elke 243 jaar een mega-aardbeving. Maar de laatste keer was dus 321 jaar geleden. Je zal er maar wonen. De mega-aardbeving, die in principe elk moment kan komen, kan een magnitude hebben tot wel 9,2. Dat is dus 30 keer zo zwaar als de zwaarst mogelijke aardbeving boven de San Andreasbreuk. En in zee. Ze kunnen daar dus rekenen op een tsunami van Japanse proporties. Of groter. Maar de Amerikanen zijn niet zo goed voorbereid. 3/4 van de gebouwen, ook scholen en ziekenhuizen, zal instorten. Bruggen, sporen, vliegvelden, vernietigd. Branden, explosies, overstromingen, dambreuken, olielekkages, chemische stoffen, geen drinkwater, elektriciteit, etc. 7 miljoen mensen lopen direct gevaar. Maar wanneer precies, dat weet niemand. Zover is de wetenschap nog niet. Dat legt hoogleraar seismologie Arwen Duis goed uit bij de Universiteit van Nederland. Aan de hand van een... Jullie hebben allemaal wel eens met een lineaal gespeeld, denk ik. Lineaal. Check de link in de beschrijving. Lang verhaal kort, dat is trouwens ook de naam van onze nieuwe podcast. Terwijl Japan nog herstelt van de vorige, ligt de volgende really big one op de loer. Ergens op deze ring, in deze zones. Die vooral hier onder hoogspanning staat. De vraag blijft... Wanneer?